Hallo kijkers van De Geweldige Kaas. Welkom bij een nieuwe aflevering van I'm Mine. En vandaag zijn we lekker aan het spelen. De vorige keer hebben jullie ook weer lekker gekeken, dus waarom dat niet? We hebben de vorige keer de schapen verhuisd van ons hokje daar zo naar daar zo. En dat is goed gelukt. In de tussentijd is er best wel wat gebeurd. Ik heb UHC heb ik opgenomen. Ultra Hardcore heb ik vanmiddag opgenomen, dus voor jullie gisteren. En het is nu 's avonds bij mij. Ik weet niet of je schrikt, maar ik ben eventjes een opa-scan. Ik weet niet of mensen hem kennen, als je hem kent. Yay! En als je hem niet kent, oké. Okay. Wat we vandaag gaan doen, is we gaan weer iets leuks doen. Ik heb mycelium heb ik van Tim. En dat is wel leuk, denk ik. Wat ik heb gedaan, is ik heb rondgelopen. En toen ik richting daar liep, vond ik iets speciaals. Oh, zie je hem daar al? Kijk. En ik ben nieuwsgierig wat het is. Nee hoor, ik heb hem zelf gebouwd. En ik heb gewoon eigenlijk, ja, dat is het. Ik heb een piramide gebouwd. En dat was het. Oh, trouwens, oh, dat is ook al veel gegroeid daar. Alleen, kijk, we hebben hier zo saplings. En we hebben telkens, zeg maar, zo'n rij met saplings tot daar. Of het was maar tot hier, dat kan ook. Oh, daar ook nog. En nou, nu hebben we bomen. Ik weet niet, ik zit telkens te brainstormen over projecten. Weet je wat het is? Ik heb zoveel projecten lopen. Mijn plan is om even alle projecten die we hebben, even om er een punt achter te zetten. Of in ieder geval niet een definitief punt, maar gewoon een puntje dat we niet per se daarmee verder hoeven. Dat het, als we het project verlaten, dat het niet erg is ofzo. En dan wat nieuws te verzinnen. Dit is dus de piramide die ik heb gemaakt. Oh, in het midden is het een heuse hel. Dus verwacht niet te veel. Kunnen we misschien ooit nog iets leuks mee doen. Maar voor de rest staat het hier maar gewoon. Weet je wat is? Ik had hem eerst ergens anders gebouwd. Bij onze oude basis. Maar daar stond hij ook een beetje onhandig. Want dan moesten we telkens reizen. Dus ik heb hem iets dichter bij onze basis gemaakt. Maar toch in de woestijn. Dus dat is misschien wel leuk. Het is misschien een andere tempel als Kingo heeft opgegraven. Maar ik heb gewoon iets neergezet. En ik weet niet wat we er nog mee kunnen doen. In ieder geval, het heeft potentie om een leuk projectje te worden. Laten we het daarop houden. Wat ik voor de rest nog heb gedaan, is ik heb op de plek waar Winter Wonderland komt, ben ik begonnen aan een klein, simpel gebouwtje. Maar dat stelt eigenlijk stelt het helemaal niks voor. Maar het is gewoon het idee. Is wel leuk, vond ik. Eigenlijk, het wordt een hotel. Maar ik weet nog niet of dat gebouwd ook wordt. Oh, we moeten nog eventjes dit ook opruimen. Nou, ik laat het wel eventjes staan. Oh, niks mis mee, toch? Dat is trouwens... Dat gebruiken we nu niet, maar die is goed te gebruiken. Want dat dingetje, dat had ik het idee om dat te hangen. Voor als je hier omhoog houdt, dan hoef je niet helemaal zo rond te lopen. Dan kun je gewoon zo. Klik. Geweldig. laat eventjes de schapen met tarwe doen. Zo. En ik zou graag van jullie eventjes duidelijk horen wat jullie persoonlijk het leukst zouden vinden qua projecten. Want ik vind projecten altijd heel lekker werken off-camera. Omdat ik dan gewoon zelf kan weten wanneer ik alles doe. Ik kan ondertussen eens een leuk filmpje kijken. En series. Maar ik vind het ook belangrijk dat jullie gewoon meekrijgen wat het met een project is, zeg maar. En daarom moet ik het dus ook in de aflevering doen. Maar dan vind ik het minder lekker werken. Al is het achteraf wel leuker. Maar ik vraag me af of jullie dat heel erg vinden. Als ik ooit eens een keertje gewoon... Als ik een beetje progressie in deze wereld doe. In onze wereld, zou ik zeggen. In deze wereld doe. Zonder dat jullie er veel van af weten. Gewoon puur voor mijn eigen entertainment. Vinden jullie dat erg? Laat even weten. Oké, we hebben dus nu dit. Hallo. Hi. Ja, iedereen tarwe. Dankjewel. Of alsjeblieft bedoel ik. Ja. Goed voor baby's zorgen. Ja. Ja. En jij ook. Ja. En de rest. Ja. Oké, doei. Dat waren ze. Kunnen we ergens een kist neerzetten? Oh, wacht. Ja, misschien hier zo. Maar we hebben hier ook een kist. Die werkt ook. Zo. Oké. Dan hebben we dit. Dat kaasstadje. Daar doe ik ook niet veel meer aan. Weet je wat het is met zulke stadjes? Het is mooi om te zien dat het zo allemaal dezelfde stijl en zo, maar je wordt het zo snel beu om het te maken. Dat is eigenlijk gewoon een stadje met een bibliotheek is het nu.
En voor de rest gewoon nutteloze huisjes zonder iets. Maar je wordt het zo snel beu om eraan te werken, omdat het telkens hetzelfde is. En het is wel leuk om variatie te hebben. Ik zat eraan te denken om een soort van stadje te maken, wel van klei, maar dan telkens net anders. Maar wel gewoon een stad. Ik vind het zelf, en dan vraag ik ook eventjes iets aan jullie. Zelf zou ik een voorstander zijn van toch een stadje, maar dan de gebouwen erin, die zijn helemaal anders. Gewoon puur voor de entertainment. En dat is ook dan wat leuker om mee te werken ook, als de stadjes telkens, of als de gebouwen en zo telkens net iets anders zijn. Voor de, ja, dan is het ook leuker om eraan te werken, snap je? Trouwens ook hier dit boek. Waar is Fred? Oh, eng. Lag er opeens in, dus. En dan voor de rest met dit stadje is weinig. Je ziet wel, dit plateau kan heel mooi gebruikt worden. Je ziet zo'n verhoogd stukje berg. Dat kan heel mooi zijn voor een project of zo. Of een stadje erop. Laten we eventjes daar bovenop kijken. Of daar, ja, wat er eigenlijk op. Of dat een groot platform is, een plateau. Of dat groot is en veel potentie heeft voor een stad of zo. Of voor veel bouwplek. Nou, hier niet. Dit is echt eigenlijk gewoon klein. Maar ik denk hoe meer we richting daar gaan, hoe meer plek we krijgen. Alleen wat dan hetgene is, is. Het is zo ver van onze eigenlijke woonplek, hè? Het is echt gewoon niet dichtbij. Je kunt het wel zien, maar het is nog wel eventjes lopen om telkens materiaal te halen van het gebouwtje wat telkens buiten zicht is ook. Dus hier wordt het niet iets moois, denk ik. Dan nog iets waar ik jullie mening van wil hebben. Oh, spannend. Vinden jullie het leuker als je over een groot gebied veel gebouwen zet, of over een klein gebied krap op elkaar de gebouwen? Zodat het echt wel een knus gevoel krijgt en een stadje dat je denkt van, oh, dat is wel een stad. En niet gewoon wat gebouwtjes in een groot gebied. Maar ik liever een stadje. Maar ik vind het natuurlijk wel heel belangrijk wat jullie vinden. En dan voor de rest. Ja, weet ik niet. Mike's hoofd ligt daar nog. Weet je wat is? Ik wil heel graag wil ik hier een mooi huisje maken of een projectje. Alleen daarvoor staat Mike zijn hoofd in de weg. Helaas. Zullen we eventjes daarboven kijken of daar veel plek is om voor een projectje. Oh jee. Oh god. Zo. Ja. Hey. Ik zat in Chewbacca's armen. Zo. Oké. Okay. Oeh. Volgens mij hebben we zojuist iets ontdekt. Om tijd door te brengen, zeg maar. Als ik hier even al het grove gras weghaal. En even alles duidelijk vlak maak. Dan is het zeker een mooie plek om dingen te bouwen. Eventueel kunnen we ook eventjes kijken. Zo hier een plateau maken, maar dan niet van dirt, maar gewoon iets van hout of zoiets. En dan daaronder pilaren, dat je dan nog een vlak stuk hebt. Het lijkt mij mooi. En hiervoor hoef ik geen mening van jullie. Ik weet al zeker dat ik hier zo iets mee ga doen. Iets mee ga doen. Ja, mij lijkt het leuk. Ja, mij lijkt het leuk. En dan, oh, maar de grote brug naar dat plateau. Ja, dat is wel leuk. Ook gewoon als regel om te spelen. Je mag alleen maar op die hoge plateaus bouwen. Dat had ik volgens mij wel eens met iemand gedaan. Ik weet het niet. Toen zat ik in een wereld en toen hadden we een regel om dat we alleen maar in die op de hoge plateaus mochten bouwen en beneden niks mochten doen. Zo. En dan deze. Oh jee, oh jee. Oh nee. Ah, hey op. Hop. Donderop, jong. Want nu is het nogal gevaarlijk. Oh, dat is ook leuk met die Chewbacca daar. Wauw. Maar goed, dat zijn dus de plannen voor nu. Zullen we het alvast eventjes voorbereiden? Dus gewoon met water. Zo hier dit. Oh, ga weg. Ik ga eventjes slapen hoor. Ai! Ik schrok. dan gaan we hier naar beneden. Oké. Bed is hier. Nee, hè? Verdwaald in mijn eigen huis. Zo rijk ben ik. Hier is bed. Slaap.
En dan is het wat veiliger om daar boven te werken. Zo. Mensen die misschien afvragen hoe het met mijn handen gaat. Ja, het gaat op zich. Het is nog evenveel irritant en zo, maar ik raak er wel meer aan gewend. Dat het, ik weet niet of mensen het weten, maar ik heb de laatste tijd best last van mijn handen, voeten. En de laatste tijd kwamen er ook bultjes bij, maar ik ben er wel meer aan gewend. Die bultjes die zijn niet meer teruggekomen, wat raar is. Ik ben er wel meer aan gewend. Dus ik heb nu, als ik er last van heb, dan is het ook wel irritant. Maar het is niet dat ik niks meer kan doen. Zeg maar, eerst was het echt zo, oh, irritant, pijn. Oh. Ik kon even doen, ik ben nu meer gewend. Kijk, dat is ook goed, zulke dingen, want dan raak je die pijn gewend. Het is gewoon handig om pijn gewend te zijn. Want dan heb je er minder last van, snap je. Het is natuurlijk belangrijk, als je pijn hebt, om er wel dan iets aan te doen. Want dat is de reden waarom een lichaam pijn heeft. Maar... ja. Sommige mensen die denken ook pijn weg, hè? Zag ik ook wel eens op tv iemand die dan op een spijkerbed ging liggen, maar dan ook ging rollenbollen en draaien of zoiets. Dat was bij de Uri Geller of zo. Maar dat was nog geen spijkerbed, maar iets pijnlijkers. En die kon dan zeg maar zijn pijn wegdenken. Dat was ook zo iemand die heel vaak yoga deed of zoiets, weet ik het. Maar ik denk, als je pijn hebt, de reden dat je die pijn hebt is toch omdat je lichaam, omdat het niet goed is voor je lichaam wat je aan het doen bent. Ja, er zal er wel iets niet goed zijn, maar het is niet altijd. Soms dan heb je pijn omdat er iets mis is met je zenuwen, maar dan is er eigenlijk, dat is wel heel vervelend, want dan is er niks aan de hand. Dan is het ook gewoon niet nuttig. Dan is het handig als je de pijn weg kan denken. Zo. Of pijn wegdrinken zelfs. Oké. Oké, dit is al een stukje vlak. Als we nou... oh, zullen we... ja, dat we die bomen laten staan. Behalve die, want dat is zo'n raar boompje die hier niet hoort. Zullen we dat doen als regel? Dat we hier bouwen, maar dat we de boompjes niet weg mogen halen. Dat lijkt mij een leuk idee. Dus dat we eigenlijk gewoon om de bomen heen moeten bouwen. Dat we hier een koepel overheen doen en dan een gebouw ernaast. Dat lijkt mij een leuk projectje. Ik weet niet of jullie daarmee instemmen. Misschien als jullie het willen kunnen we het ook een beetje verder gaan in de sandstone thema, net als wat we hier beneden hebben. Eigenlijk best wel leuk uitzicht dit. Oh, wauw. Ja. Ziet er leuk uit. Maar mijn render distance staat op 12. En sommige mensen vinden dat niet leuk genoeg. Zoiets beter. Oh, nou zie je die piramide ook. Ja, dit is al een stuk mooier. Jezus, jezus. En als we dan ook nog hierboven die stad hebben. Oké. Ik ga... hopelijk ook ik ga hopelijk ook veel moeite hier in deze stad steken en niet na een paar weken of na één week denken van hey, het is goed met die stad, ik ben beu. Want dat heb ik tot nu toe met bijna al mijn projecten gehad. Na een paar weken denken van ja, het is goed, doei. Jullie gaan mij hopelijk wel gewoon aanmoedigen om eraan te werken. Misschien eventueel ook een projectje hier op deze berg met een andere iMiner doen. En andere dingen en zo. En misschien leuk idee voor projecten, zeg het dan ook eventjes. En ik wou nog iets belangrijks zeggen, maar dat ben ik vergeten. Kan gebeuren, hè. Ik ga nog eventjes verder hier zo met dit gras weg doen, denk ik. Als dat niet gebeurt, dan is dat heel erg jammer. Dan moet het een andere keer gebeuren. Wat we ook kunnen doen is pas het gras weghalen als we gaan bouwen. Wat mij eerlijk gezegd een beter idee lijkt. Dus eigenlijk dan weet je van het gebouw wordt zo groot. Dan halen we dit gras weg en dan is het goed. Ja, dat lijkt mij een beter idee vanaf nu. Maar dit wat ik wel ga doen is gewoon deze gaten dichtmaken. Wat we ook kunnen doen is niet zoveel de natuur wegdoen. Dus geen bomen hakken. En dit niet dichtgooien, maar hiermee gaan werken. Dus bijvoorbeeld ook gewoon een project maken. Bijvoorbeeld een huisje hieromheen maken. En dat ook zo'n mijnershuisje is. Die dan van deze cave gebruik maken, zeg maar. Kijk, dit mag wel dicht. Zoiets kleins. Een detail. Maar dit bijvoorbeeld kun je ook mee werken. Gewoon iets echt de grond in. Dat is toch vet? Jongens, ik ben hyped voor dit projectje. En het belangrijke wat ik nog wou vragen. Een naam voor deze plek. Jullie moeten natuurlijk voor deze plaats een naam weten. Dat is leuk als jullie hem verzinnen. Dan hoef ik het ook niet te doen en zo. Dus als jullie iets leuks weten als naam voor deze plek. Het Kaasplateau. Maar is het een plateau of is het meer een berg?
Of is het meer een heuvel? Ik weet het niet, hè? Wacht hoor. Ik voelde mijn vingers. Oké. Ik dacht dat er weer zo'n bultje was, maar dat was niet. Al voelt het wel raar, moet ik zeggen. Eventjes. Oké. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Hopelijk zijn jullie ook een beetje enthousiast voor dit. Oh, ik heb wel zo'n bultje. Nee, niet zo'n bultje, maar... Het is niet een bultje met een kleur, maar het is een bultje met dezelfde kleur als mijn huid, zeg maar. Oh, dat is raar. Oké, maar hopelijk vond je het leuk. Laat het video like, abonneer op het kanaal als meer. En zeg tegen tot de volgende keer. En tot ziens. Bedankt voor het kijken. Hadoei. Kijk, en dit kan ik wel echt doen.